Goedendag allemaal, alle lezers van Menelijk Actueel weer. Dit is inmiddels mijn vierde vlog over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. En ik zal u laten zien wat er afgelopen week gebeurd is. Want dat was weer een hoop. En het leuke is dat het breken eigenlijk een beetje af begint te raken. En we gaan nu weer bouwen. Dus onder andere de afvoeren voor de nieuwe toiletten. De nieuwe keuken. Ja, die liggen hier inmiddels allemaal. De vloeren worden gevlakt. En dan gaan ze, als het goed is, deze week verder met de vloeren. Alles wat onder de grond moet gebeuren. Dus onder andere een nieuwe afvoer gemaakt door de muur heen. Zodat alles straks perfect afwatert. Iets anders waar ze ook grote stappen mee gemaakt hebben, dat is de aanleg van de lift. Twee delen van de muur zijn er inmiddels uit. En de vloer is klaargemaakt. Daar wordt, als het goed is, wordt het geëgaliseerd en dan komt hier de liftkooi. Er moet nog een doorbraak naar boven gemaakt worden, maar binnenkort kun je hier dus gewoon volautomatisch naar boven. Daar hebben we nu al zin in. Ik sta hier weer bij de bekende deur. Die is in eerdere vlogs al voor gekomen. Inmiddels hebben we nog een vlogster. Dat is u waarschijnlijk ook al bekend. Esther de Boer. Esther Experience. Die doet met heel veel enthousiasme alle leuke dingen. Op speciaal verzoek van Menelijk Actueel doe ik nog wel de technische dingen, de historische dingen. Maar het is eigenlijk net zo leuk om haar vlogs te kijken. Dus dat kan onder andere via de Facebook-site van Menelijk Actueel. Graag tot de volgende keer.